Yep. Oh, mini-zombie bij je voet. Rennen naar huis. Oh, wow. Oké, dit is niet handig. Dit is... Ik loop snel naar binnen. Ik zit 90's te poppen. Voor mijn leven. Oké. Hardcore! De tearing. Hardcore! Nog meer de tearing. Waarom neem je altijd een slok als ik... Ja, doe dan eerst even de slok. Dan kun je het gewoon knippen. Doe eerst even de slok en dan de rest. Ah, look at this. Hardcore deterring. James Z. Hey. Je zat nog steeds die slok te verwerken. Ja, dat was de laatste slok van mijn koffie. Ja, maar je funtige bak koffie. Op. Ja, dat was de laatste beetje. Oké, top. Nou, laten we dan maar meteen beginnen met je stinkbag. Want we moeten natuurlijk wel hardcore survival overleven. Oh, de regel is simpel. Als ik sterf, dan ben ik dood. Wacht. Echt? Als ik sterf, dan stopt de serie op mijn kanaal. Als Jamie sterft, stopt de serie op zijn kanaal. De volgende aflevering zal ook zijn kanaal zijn, dus check hem in de beschrijving. Dus het is heel simpel eigenlijk, zoals ik zei. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Als je doodgaat in deze wereld, dan houd het op. Dan kun je niet meer erop. Dan, het is niet dat we wel graag zouden willen en zo, maar het kan gewoon niet meer. Nee, je wordt gewoon lekker geband voor een leven. Ja, nou ja, de vorige keer hebben we dus gekke avonturen gehad. We hebben echt een jungle biome ontdekt. De snow biome. Oh, de vossen biome. Waar we deze gekke berrystruikjes hebben gevonden. Die... Stikken in je nek. Oh ja, en dat... Oh, ja, zeker. En we hebben een hond getemd. Kijk hem eens. Kijk makker. Wat een makker. Hey! Wat? Hey! Braaf Pedro. Jezus, het is net Pedro. Wow, wat een gozer. Ja, oh, sorry, maar ik heb je één... Pedro is dood. Ik heb je één keer geslagen. Dat betekent eigenlijk dat deze hond niet meer van zijn plek af kan. Voor de rest van de serie, want je kan niet even pommelijk doodgaan of zo. Nee. Oh, misschien helpt reloggen, misschien helpt. Maar goed, we gaan deze aflevering gaan we lekker aan de base werken. We willen natuurlijk een baas hebben met flink wat uitzicht die goed... Ja, verstevigd is en beveiligd is. En wat meer plek heeft voor opslag. Dus dat is heel belangrijk om te doen. En we willen ook een keer de village, zeg maar, veilig stellen. Dus dat gaan we ook nog een keer doen. Maar voor nu, basistijd, Beroeder Jamesy Zon. Hoe gaan we het doen? Mijnen. Hakken. Ja. Gaan we cobblestone smelten naar stone en dan... Zoiets. We moeten in ieder geval wel even minen. Ja, we kunnen wel chiseled stone blokjes doen, maar dan moeten we wel even flink smelten. Dan moeten we echt flink wat ovens hebben ook. Dan gaan we gewoon flink ovens bouwen, dat maakt er niks uit. Zullen we gewoon even een ovenmuur maken? Gewoon echt een ovulatie, weet je wat? Ik ga gewoon flink wat ovens doen, oké? Okay? Dan kunnen we al dat cobblestone smelten. We hebben nog cobblestone. Oké, ik heb de verkeerde knoppen. Dus ik heb nu 7 ovens. Dus ik zet ze wel even hier. Meer, ja? Nou, dat is al een mooi muurke. Oké, zet maar buiten neer. Hier, kom maar. Kom maar. Kom maar hier. Hey, gozer. Wacht, voordat we verder gaan, abonneer snel op dit kanaal, jongens. Want anders gaan wij dood zometeen. En dat wil je niet op je geweten hebben, toch? Ik kan zien wie er abonneert en wie niet. Dus als Peter... Nee, dat is niet echt... Nee. Noem even een naam die een beetje modern is. Jacqueline. Als Jacqueline niet abonneert, dan kan ik dat zien, hè, Jacqueline. Dus wel doen. Anders ga ik dood in de markt. Deze serie. Ja, top. Ja, oké, dan is dat eruit. Ja, helemaal eens. Kijk, dit is onze furnace-muur. Ja, we gaan de mine in. En daar is het super gevaarlijk. Want we spelen op de moeilijkste difficulty. Als je een kobbel hebt, gooi het in de oven. Jiet ze erin. Want stone maakt zichzelf niet. Nee. Oké, en dan gaan we de gevaarlijke zone in. Waar heb je de metal meegenomen trouwens? Ja, zeker. Oké, mooi, want ik moet waarschijnlijk... Oh, wacht eens even. Ja, schiet eens op, man. Ja, dat probeer ik, maar ik heb nog allemaal gekke dingen bij. Oké, on my way. Oké. Gaan we gewoon weer de fakkel in. Ik wil eigenlijk de hond meenemen, maar weet je... Dan wordt hem... Ja, nou moeten we scherp blijven, man. Pas op, hè. Oh. Oh, ik zie hier al heel veel beneden. Ja, maar hier beneden zaten al superveel. Oké, hier moeten we, niet heen. Oh, enchanted chainmail. Pas op. Ja, hier gaan we niet in. We gaan de andere kant op. Deze hebben we afgezet. Ja. Dit is our mine. Was het niet hier naar links? Ja, hier naar links was het. Oké, maar het gaat nu vooral om kobbel, hè, eigenlijk. Dus we kunnen vet oppervlakkig minen. Eigenlijk kunnen we gewoon een hanker wel willen. Zullen we hier gewoon strip minen? Gewoon deze... Oh, wacht. We moeten even een goede kant op hebben. Ja, maar weet je wat? Dan kunnen we het beter gewoon op 11 doen. Dan hebben we misschien nog een kans op diamonds. Ja, laten we 12 doen. Dan hebben we een betere kans op diamonds.
Dat klopt dan ook alweer. Maar ja, de focus moet echt even steen zijn en niet de diamantos. Ja, maar ja, die 1 minuut extra lopen. Ja, we lopen wel gewoon. Oké, okay, ja, dus basecamp. Gewoon, of niet? Oh, ouwe, we hebben hier nog vet voor kobbel. Oh. Wacht, dat doe ik wel even allemaal daarin. Nou, kijk eens aan, hè, wat fijn, hè. Kijk, als je daar was gaan hakken, dan had je dat nooit gevonden. Nee, ik was even vergeten dat die basecamp er ook stond. 12. Kijk, laten we 12 weer doen. We gaan gewoon een stukje naar links. Oké. Okay, nou, daar gaan we weer. Daar gaan we lekker. Wacht, zit er 1 minuut tussen ons? Oh nee, 2. Ook. Ja, 2. Ja, maar ga nou niet, allemaal gekke richtingen uitslaan. Oh, ja, ik ging toch gewoon in de... Ja, laat maar. Gaan we weer zo doen, hè. Ik doe deze wel. Schat, sorry. Wij vinden het, zeg maar, zelf persoonlijk heel vervelend als iemand schat zegt tegen ons. Dus daarom doen we dat. Ik weet niet of jullie dit kennen. 12-jarige rakken. Natuurlijk zijn er ook ouderen bij die kijken. Ja, maar die was het ook al, hoor. Ja, maar... Ja. Maar ja, wat het ding is, in een relatie vind ik het echt ontzettend kut als iemand schat tegen me zegt. Of liefje te vaak, of net wat, weet je wel. Of elke freaking dag, oh, ik hou van je. Ja, dat weet ik nu wel. Ik voel dan echt een disgust, hoor. Walgelijk. Maar goed, dat hoort erbij, blijkbaar. Oh, Moe, wat doe je? Mannelijke schreeuw. Oh, zo, dat was een flinke crack, ja. Alsof iemand in mijn noten kneep, joh. Nee, er viel gravel naar beneden. Kappen nou! Okay. Yeah! Heb je diamond? Boom! 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 Hey, licht. Boom! Boom! Oh, hij heeft redstone, man. Dat is geen diamond. Oh, ik heb 4 diamonds in mijn inventory. Ik weet niet of je hebt. Ja, is het mooi meegenomen, weet je? Een diamond voor deze. Oké. Hey, iron. Yo. Even over de iron. Je hebt dat in je tas, hè? Jazeker. Ik hoor lava. Het is links van mij. Maar goed, dit is chill. Maar ik moet eigenlijk even een iron pickaxe maken. Ja, dat is chill. Dan moet je gewoon even crafting table neerzetten. Jazeker. Zou je even een hubje maken? Dat kan. I'll create the crafting table. I created the table. Ik hoor ook iets borrelen. Ja, maar het borrelt echt als een gek neef. Ik ga nou iets meer vooruit minen in plaats van tegen de muur aan lopen. Ja, daar ben ik ook al mee bezig. Het wordt me net iets te gevaarlijk. Ik wil hier echt lava knetten. Ik ga erin graven. Nee, doe dat niet. Daar kom je echt eronder uit en dan fik je. Oh, hier is de lava. Ja, dat bedoel ik nou. Dus I found it. Maar yo, legit, mijn inventory is er bijna vol. Ik kan nog 1 stack meenemen en dan moeten we even naar boven om te smelten. Maar mijn pickaxe is ook bijna kapot. Dus I think it's time to go up the stairs again. Oh boy, ik ben hier bij de lava pool. Wow, what did you see? Nog helemaal niks, maar dat maakt niet uit. Mijn pickaxe is kapot, net een centimeter voor de mantel. Je hebt alle mantel in je tas. Oh nee, hij is alweer kapot. Yeah, laten we terug gaan, man. Okay. Nou, we gaan terug, we gaan even bouwen, hè, bizar. Yeah. Didi. Oeh, wow. Oeh, gast! Dat was gewoon letterlijk één. Oh, ja, ik zat te speedrunnen, man. Speed McQueen hier, oh. Nou, en no. We zijn weer lekker boven. Hap. Dat was allemaal kool heen. Heb ik serieus maar 13 kool gehakt net? Kool was er niet heel veel, eigenlijk. Dat kan nooit. Oké, daar kan weer wat in. Hier kan wat in. Daar kan wat in. Stookmiddel heb ik zelf ook niet superveel. Maar ik doe er gewoon even 10 kool per ding of zo om te beginnen. Ja, ik ben even bezig met een omleiding maken. Van hoe de beest eruit kan komen te zien. Ik zeg, we houden de achterkant aan van de main base. Ja. En we maken hem zo groot ongeveer. Oké. Ja, hij loopt alleen niet gelijk. Ik mis iets. Oh, die is net één te breed, denk ik. Hier loopt hij er 1 stukje langs. Hier 2 stukje. Oh, nee. Oh, kun je niet tegen. Nee, ja, nee, ik kan wel, maar die kijkers van ons. Oh. We doen het even zo. We hebben toch niks tegen de muur aan staan. Maak even de base vast open. Open house. Yeah. Yeah. En dan kunnen we het even iets beter zien. Oké, dus die sluit mooi daarop aan en die sluit mooi daarop aan. Maar het ding is, die is net 1 breder. Oh, maar dat komt omdat deze gewoon niet recht is. Dus dan gaan we deze muur ook gewoon even weggaan. Hij moet toch allemaal weg, hè? Hij moet toch allemaal. Oké, allemaal goed. Maak zo'n grinder, zo'n stonecutter. Die moeten we hebben. En een anvil. Maar dan hebben we een block of iron voor nodig. Oké, ja, maar dat mag allemaal. Zet de stonecutter even buiten de base neer. Dus dat werkt wel makkelijker, denk ik. Nou, zetten we hier. Doe maar hier bij de kist. Of daar, ja, kan ook. Hé, hey, voor nu vind ik dat dikke primer. Doen we de stone bricks? Ja, oké, doen we. Top. Ja, is goed. Keuzes worden gemaakt. En dan gaan we het gewoon even zo een beetje om en om doen, denk ik. Dat is denk ik het goedkoopste. Stone bricks. Ben je het eens met de vorm van de building? Ik vind het helemaal mooi. Jij vindt het helemaal mooi? Oké. We kunnen op zich per woonlaag iets anders doen. Dat kan. Hoe hoog zou ik hem maken? 4 hoog? 26. Ja,
Ja, nee, de eerste laag. En dan doen we hem vloer, zeg maar. Ja, prima. Ja, jij bent de engineer hier. Ik ben gewoon ook maar... Hey, ik ben de engineer, maar jij bent de projectleider voor vandaag. Ja, dat gaan we zo doen. Hier word ik niet voor betaald. Nee, waar dan voor? Ja, Minecraft en schreeuwen voor... ja, dat is de realiteit. Ja, oh. Ja, oh. Yo, we moeten de vloer moeten we eigenlijk van dat jungle hout maken. Is dat tof? Yo. Yo. Jij verdient promotie, Jorg, alweer. Oh, ja, zeker, projectleider, man. Mr. Sadman, ik moet naar de jungle. Pam, pam, pam. Maar dan mijn auto's op. Au. Oh. Got an anvil, brother. Oh, boy. Boy. Volgens mij kun je een anvil oppakken, toch, als je hem gesloopt hebt? Ik twijfel. ik twijfel 100%. Dat is een goede grap. Fix de vloer eerst maar even, ja. Het wordt wel echt een doop huis, volgens mij. Gewoon een dikke survival toren, jongen. Dat denk ik ook wel. Survival Kate. Ja, we moeten even een mooie vloer maken. Ik ben zo blij dat het dan ook niet instort in Minecraft. Oh, dat is wel zo. Oh, dat zou een zuur zijn, inderdaad. Ja, maar nou is het een unit van een base. Amazing. Wow. Kijk, het begint ergens op te lijken. Jazeker. Ik mis hier een hoek, of zie ik dat verkeerd? Een hoek? Oh, no. We hebben een design fout. Nee, dat zit gewoon goed. We hebben een design fout. Het zit goed. Reach! Wow, hoe heb ik dat over het hoofd gezien? Nee, dat is goed. We houden van aparte hoeken in de hut. Kijk, deze hoek zit daar niet. Oh, ja. Wat maakt het uit? Ja, spang. Ze moet eigenlijk een spangen toren, weet je wel? De spanktower. Oh, dat is modern. Het is de spanktower. Kijk eens aan, sponks. Cool, we kunnen alleen de hut nog niet uit. Oh, we kunnen het. We kunnen het inderdaad niet uit. Heb je buttons? Oké, nou kunnen we er officieel uit. Yes, yatta. Yeah, cool. Cool, man. Ja, nu is het nacht. Ik wil jungle vloer maken. Oké, dat gaan we nog snel doen. Gaan we nu naar de jungle in de nacht? Dat is wel. Ja. Dat is wel extreem balls to the walls. Ik moet eerst mijn steen erop houden, want ik heb echt te veel. Slaying! Prap, 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 hoppa! Boonk! Ren. Double boonka punko. Hey, wie is de volgende? Kom maar op. Mijn leven. Ponk. Dan ga ik gewoon lekker slayen. Kom, we gaan hout fixen. Wacht. Mijn Tesla's eronder raakt op. Zullen we slapen? Nee. Nou gaan we hout fixen. Nee, pas maar op. Oké, nee. Oh nee, kijk hoeveel er komen. Oh, hij heeft een zwaard. Pas op, die zombie heeft een zwaard. Ponk. Ponk. Ja. Ponk. Ponk. Bonk, creeper! Oh man! Oh, got him. Kijk, dope, loop. Legit, we moeten wel echt oppassen voor die baby's. Dude, ze doen echt veel damage. Ja, en ze hebben ook gewoon armors. Ja, dit is eng. Chainmail. Het is wel een beetje eng. Bonk! Bonk! Meme. Double bonkeronko. Meme. Vooral spinnen zijn naar, man. Spinnen zijn echt killing, want die hitten hier gewoon standaard. Ja, klopt. Zijn er bijna. Bijna jungle. In de jungle wordt het alleen maar erger. Oh nee, hier lopen 5 miljoen creepers, ouwe. Oké, hak hier even snel. Dat is niet de goede boom, zeg. Oh, hier is een gatgek. Oh, dat is water. Gatgek. Groot gatgek. Pas op, hier is een jungle. Ja, Golden boy. Aha! Ah. Wow, dit doet damage. Yep! Oh, mini zombie bij je voet. Ren naar huis. Ren de village in, de village. Wow. Oké, dit is niet handig. Dit is... Ik loop snel naar binnen. Ik zit 90's te poppen. Voor mijn leven. Oké, ik zit in een huis. Oh. Nee. Oh nee. Oh. ik die spin. Oh, dit is een mini zombie achter me. Oh, ouwe, ik ben het dak op genineteed. Ik heb er net al in. Oh. Oh nee, dit is zo onzalig. Ik heb een bed in mijn inventory trouwens. Oh ja, ik heb die... Oh, ik heb ook in mijn inventory, maar er zijn zoveel zombies. Ja, kom. Zet neer. Ga liggen. Ja, no way dat werkt. Ik lig. Oh, ik ook. Ik ga meteen in de aanval. Oké. Hey, guten Tag. Ja, goedemorgen. Oh, het zijn er nog steeds echt honderden, man. Ik ga weer even hanken. Ja, ik check bij mij. Oh, staan ze allemaal in brand. Ja, maar als ze je nu slaan, dan fik jij ook, hè. Pas op. Jeet! I went for the ultimate jeet. What blam. Dood van boven. Okay, easy. Hardcore is easy, man. Echt, kom dan snel hout hakken. Nice! Oké, dit is de basis nu. We hebben wat ruimtes erin voor het natuurlijke licht. Dit moet nog allemaal verplaatst worden en leeggehaald. Hier is natuurlijk de cave. Oh!
op! Dus, succesvolle aflevering. De verdere woonlagen die komen natuurlijk later in de serie. Misschien wel een aflevering van James Z. Hè? Zou zomaar kunnen. Thanks voor het kijken, B-Red Deska. Dus dan zijn kanaal voor het vervolg. En laten we gaan voor dag miljoen in Hardcore Survival Minecraft. Wabam! Doei.